Goed. En nu? Oh, dat is het inderdaad. Ik moet echt op die... Oké, gaan we doen. Oh, ja, oké. En daar naartoe dan? Ah, dit is toch niet te doen, man? Yes! Oh, oh, oh man! Wat was dit? Oh. Oh. Nou, save room. Ja, hier, zelfs de trap naar boven weer. En wat is hier nou het nut van? Onzinnige toestand. Nou, meteen save. Alle mensen zeggen, wat is dit moeilijk. Nou, en nu? Heb ik het nu gehaald dan, uiteindelijk? Is dit het? Nou, ik ga er niet weer heen. Wat een nachtmerrie was dit, zeg. Wat is hier dan? De deur gaat hier open. Oh, wacht even. De test is nog niet afgelopen. Nee, nee. Zo, zeg. Vast. Oké, nou. Alle mensen zeg. Als die drukplaten weg zijn, kan ik er gewoon langs natuurlijk. Jemig. Nee hoor, dit is helemaal niet frustrerend hoor. Echt niet. Maar ja, toch wel. Er is vast een manier om dit makkelijker te kunnen doen, maar vooruit. Wacht, wacht, wacht. Het komt vanzelf wel goed. En nu? Die kant op. Oh, wat wordt hier dwars gezeten, zeg. Goed. Ik kom hier, ik zit hier hartstikke vast. Oh nee, toch niet. Jeetje, wat is dit een goede puzzel, zeg. Goed bedacht dit. Haha. Het leek maar even zo. Het leek even heel goed te gaan. Maar niet heus. En toen. Laat me eruit. Je bent heel claustrofobisch van hoor. Echt. En ondertussen spont er van alles boven mij. Maar er vallen steeds drukplaten af. En dan denk ik, nou ja, dat moet dan toch op een gegeven moment, dan moet er toch langs kunnen komen. Maar dat werkt blijkbaar niet zo, nee.
man, wat is er met dit laatste stuk aan de hand? Hier kan ik langs, daar kan ik langs, zo kan ik... Hier loop ik weer vast. En toen? Oh, ik vind het echt frustrerend. Ik vind het echt heel frustrerend. Ik ga even in de hoek staan hier. Misschien ben ik toch niet de goede kant op gelopen. Misschien moet ik een beetje meer die kant op. Laat me eruit. Ja, kom. Laat me eruit. Vlak bij de finish. Kom op nu. Ik heb het einde gewoon praktisch in zicht. Hè? Man. En nu? Aha. Aha, hallo jongens. Jongens, laat me even langs. Want ik heb net wat gehaald. Ben ik erg blij mee. Dan moet ik niet doodgaan. Dus dat zou heel erg jammer zijn. Ik kan niet rennen? Nee, natuurlijk kan ik niet rennen. Oh, Enderman ook nog. Blijf kalm, Enderman. Blijf kalm. Eerst even lekker naar huis. Waar is mijn huis? Waar is het safe room? Hier, deur dicht. En... wat rusten. De mazzel. Poeh. Dat was me toch wel even een potje pittig. Ik heb toch een partij drukplaten bij me. Dan gaan we eens even weer wat aandoen. Oh, ik heb natuurlijk mijn pakje niet uitgedaan. Beetje dom van mij. Mijn schoenen kwijt en mijn helm. Nou ja, niks aan te doen. Maar nu neem ik alleen maar mee wat ik nodig heb en meer niet. En ook het eten. Voor mij heb ik even nu niks meer nodig. Blacksmith, waar zat je? Hier toch? Nee, dat was de kleermaker. En dan was hier de blacksmith. En hier achter zijn huis. Daar valt blijkbaar nu wat te vinden. Toch? Heb ik dat weer niet goed gelezen? Heb ik het niet goed gelezen? Misschien, of in het huis van de blacksmith. Het zou kunnen. Dokter. Hier hebben we de blacksmith. Hé, je had hier wat, toch? Nou, weet je wat we gaan doen? We gaan even met de chief. Want die heeft natuurlijk allemaal in zijn boek staan. En ik ben al alle toestand van net eventjes vergeten wat erin stond. Dus. Oh, hou eens op. De ingang naar de tempel achter de blacksmith's huis. Onderaan de berg ook gewoon. Oké, prima. Moet ietsje doorlopen dus nog. Daar is de blacksmith. We lopen dus zeg maar naar de voet van de berg. Hierachter. Hoepel opkriepen. Ah, kijk eens aan. Ingang van de tempel. Nou, hier hebben we de tempel. Oké. Hoop kabaal. Oh, en heel veel lag staat hier. Dus het zou dus... het volgende deel kan lag veroorzaken. En het is, maakt heel veel lawaai. Dan denk ik aan één ding. En dat is ghast. Want wat maakt nou meer lawaai dan ghast? Ghast maakt gewoon een rotherrie. Vind ik op zich niet heel relaxed. Dus wat we gaan doen... is eventjes... het volume wat zachter zetten. Oh, dat staat al heel zacht. Nou, we redden het wel. Cool. Ja, cool. In die zin, ik word geplet hier natuurlijk als ik hier niet goed doorheen loop. Oh, nu snap ik het, de lag. Die kant op. Oké, je kunt wel zien waar ze omhoog gaan, maar... ah. Het zijn wel toffe puzzels op zich. Ik zal even wachten tot je het ziet. En op als je niet geplet wordt. Ook wel belangrijk. Cool. Cool, cool.
even wachten. Ja, hier langs. Oh, ik moet geen domme dingen gaan doen nu. Oeh. Cool. Ga eens op. Rust. Zo. Maar waar zijn we nu? In de verte zie ik wat. Oh. Oh. Pas op. Creeper. Ik zit dus echt niet te wachten op jou, hè. Maar. Oh, we mogen weer parcouren. Want dat vind ik namelijk zo leuk om te doen. Not. We moeten helemaal naartoe. Daar naartoe. Kunnen we toch op een andere manier naartoe? Vast niet. Kijk, dat bedoel ik. Gewoon lekker met een creeper onder water gaan. Lekker zwemmen met een creeper. Ik zwem liever met dolfijnen. Doe maar. Oeh, dat doet alweer pijn. Ik zwem liever ook niet met dolfijnen trouwens. Snap ik ook niet wel mensen. Ik vind dolfijnen wel leuk hoor, achter de gras. Lekker naar kijken. Of op tv, vind ik ook leuk. Maar zwemmen met dolfijnen? Nee. Ah joh, spring dan ook wat langer. Hou die knop dan ook wat beter ingedrukt. Nou, dit gaat dus weer een 100.000 pogingen kosten. Kalm blijven. Dit is echt. Oh, dit is gewoon Super Mario all over again. Dat vond ik dan ook even leuk. En daarna. Dan werd ik boos. Woest. Ik ben hier gewoon niet zo goed in. Ik geef het maar toe. Parcours is niet zo mijn ding. En nu? Wacht, wat gebeurt er? Oh, dan kan ik daar naartoe. Is dat mijn save point, zeg maar? En mooi gered. En toen, checkpoint. Wat is er gebeurd nu? Wat heb ik gedaan? Oké. Ik moet nog wel verder hier, maar... Is hier nog wat? Lianen. Ja, daar zou je natuurlijk wel wat mee kunnen doen. Maar dat mag niet. Je mag niks kapot maken. Ik ga dan leg ik gewoon lianen neer en dan wacht ik wel even tot het uitgegroeid is. Dan gaan we lekker klimmen we wel naar boven. Oké, kalm blijven. Oh, kalm blijven. Dit is niet de bedoeling. Oh, maar nu snap ik wel wat een save point is. Nee, er is een plateautje verlaagd. Dan kunnen we dit sprongetje makkelijker maken. Dat vind ik toch wel weer een beetje sympathiek. Oké. En dan gaan we weer. Gaat hij het redden? Het publiek houdt de adem in. Hij zelf ook. Hij loopt wat paars aan. Oeh. Oh yeah. Er zit weer een blauwe baksteen. Hé, zombie, je gaat niet even mijn geluk verknallen hier. En dat skelet ook niet en die stomme creeper ook niet. Hoepel op, creeper. Ja, anders ontplof je op mijn verlekker. Haha. Zo. En nu jij. Wegwezen. Hé, waar zijn we beland? Er komt licht van buiten. Dat is leuk. Maar we zijn hier... Duidelijk in iets ondergronds. En dit ziet wel een beetje uit als een stad. Hey joh. Ik ben gewoon even een huis aan het beroven, ja? Nee, even wegwezen. Misschien is het voor de oorspronkelijke bewoner. Hey. Kapot door... Even kijken, wat staat hier?
Het lijkt er niet op dat hier een tempel is, alleen deze ruïnes van huizen. Maar het zijn absoluut niet dezelfde huizen als in het dorp. Ik zou door moeten gaan met zoeken. Oké, we gaan naar de tweede verdieping van het huis en we gaan een sprong maken. Want daar zijn we namelijk zo goed in het springen. Hey joh, helemaal vanaf daar, hè? Dus niet. Oké. Oh ja, spawn hier even lekker, joh. Hey. Welke sprong gaat het om? Welke sprong moet ik nemen? Nog verder omhoog? Ja, natuurlijk, tweede verdieping. Luister dan ook. Ja, hou eens op. Ik word dat geluid ook gewoon de hele tijd. Leidt mij af. Oh, oké. Hier moet ik springen dus. Dat gaan we doen. Waar naartoe? Hierop. Oh, en hem niet aankijken. Ik moet ergens overheen springen. Zou dat dit dan zijn? Ah joh! Oh nee! Ah. Nou, ik meld me wel weer als ik er ben. Zo. Oeh, daar zijn we weer. Op de plek waar ik er zit echt een paar dagen tussen, nu en net, maar goed, vooruit. Niks van gezien. Op de plek waar die stenen op en neer gingen, daar stond een kist, kwam ik net achter toen ik er langs kwam. En die kist, daar zaten toch allemaal spullen in. Dus die heb ik nou mooi even meegenomen. Haha, en de sprong ook gemaakt, dat is de bedoeling ook. En er zitten allemaal mooie spulletjes in, ik zal even laten zien wat erin zat. Kijk eens, er zit gewoon een heel pakje in. Zo, moet je eens kijken. Hey, ik ben helemaal klaar voor nu. Dus, maar deze sprong moesten we dus maken. Nou, gemaakt. Het is erg donker hier. Aha. Het is natuurlijk niet... Ik moet er wel overheen lopen, ja, kan niet anders. Ho. Oh, het levert ook wat pijlen op, wacht even. Ja, die nemen we dus mooi mee. Bedankt, hé. Fijn. Goed om te hebben. En waar zijn we... Oeh! Hoepel jij eens op. Gek, klein kriepertje. Hé, we zijn nou... Is dit dan wel de tempel? Dat zou leuk zijn, zeg. Ah, de safe-ruimte. Mooi. Gaan we eens even 5-7. Kan ik slapen? Nee. Maken we het even nacht. En dan gaan we dan. Even lekker snurken. Moet je nagaan, was ik vlak bij die safe-ruimte geweest. Ik heb niks om te enchant helaas. Zit hier nog wat in de kist? Nee. Dit lijkt sprekend op de safe-room die we al hadden gezien. Maar het is wel de andere. Maar vooruit, daar zijn we dan. Dit ziet eruit als een tempel, hè? Wel cool, trouwens. Hey, jij. Hallo. Wat hebben we hier voor verhaal? Wees gewaarschuwd. Hij moet nu omdraaien. Hij wat? Alleen zij die waardig zijn mogen doorgaan. Ik snap het niet. Wat? Wie ben jij? Hij is een holografische Atlanteaan. Atlanteaan? Bedoel je, ik ben in Atlantis? Nee, hij is niet. Dit gebouw was ooit deel van de stad. Je bedoelt dat de professor daadwerkelijk Atlantis heeft gevonden? Dat is ongelooflijk. Hij is niet bekend met de professor. Sorry, daar had ik het niet over. Dat bedoelde ik niet. Ik had het een beetje tegen mezelf ongeveer. Hij is niet bekend met tegen zichzelf praten. Dat maakt niet uit. Waarom ben je hier? Hij is achtergelaten om te waarschuwen en te beoordelen. Waarschuwen voor wat? Dat
dat het pad wat hij nu volgt leidt naar groot gevaar. Hoe bedoel je? Veel eons geleden hebben de Atlanteanen een apparaat gemaakt voor oneindige kracht. Dit apparaat maakte een scheur tussen dimensies om zijn kracht uit een andere universum te halen. Oh, en wat ging er mis? Het apparaat leek goed te werken. Maar de Atlanteanen kwamen erachter dat het apparaat niet alleen kracht van een andere dimensie wegtrok, maar ook van deze dimensie. En wat is er toen gebeurd? De Atlanteanen probeerden het apparaat te stoppen, maar waren daar niet toe in staat. En het apparaat begon meer stroom te verbruiken op elk moment dat zij het probeerden te stoppen. Nou, maar waarom zijn we dan nog steeds hier? De flora en fauna en de Atlanteanen zelf begonnen te veranderen in andere wezens. In een wanhopige poging om het apparaat te stoppen, voordat het volledig het universum vernietigde, hebben de Atlanteanen hun stad geteleporteerd naar een andere dimensie. Wat voor dimensie? Hij weet niet wat hij is hier achtergelaten. Oh, waar zijn de Atlanteanen in veranderd? Hij zou ze kunnen zien als Endermen. Wat? Bedoel je dat de Endermen Atlanteanen zijn? Hij noemt ze geen Atlanteanen meer. Dus, even voor de duidelijkheid. Alle monsters in Minecraftia waren ooit iets anders. Bevestigd. Ongelooflijk. Ik kan het niet bevatten. Hoe kunnen we dit stoppen? Als hij de test hier kan voltooien, kan hij het apparaat misschien stoppen. Oké, wat zijn die testen? De testen zijn hier links gelokaliseerd. Nou, oké, ik ga mijn best doen. Links. Hey, boekje. Oh, passing the test. Oh, die hebben we net gedaan. Goed, dus. Hier dus. Links. De test van kennis. Laten we eens kijken. Schakelaar. Hendels. Wat doen die? Ik weet niet wat hier gebeurt. Oh, wacht. Kijk nou. Er loopt hier water. Even kijken wat er nou gebeurt. Hier loopt water doorheen. Wat gebeurt er met dat water? Nu blijft het lopen. Oké. Daar blijft het lopen. Hier gaat het weer weg. Wat apart. Ik weet niet of het goed is hoor. Ik loop wel even door. Daar is een kist. Ja, dat zal niet zo makkelijk zijn inderdaad. Nog een keer. Nu gaat het open. Oké. Dat kan dus niet. Jeetje, dit wordt een klus. Ja. Naar voren. Dat is niet goed, oké. Oh man, dit gaat hartstikke lang duren. Unbelievable.
Yes! Oh! Wat hebben we hier? Waar heb ik dit voor gedaan, zeg? Wat zit hier gewoon in? Diamantjes. Smaragden. En een schakelaar. Haha. Goed, en wat houdt het nu in? Heb ik het nu gered? Kan mij het schelen. Heb ik het gered? Ik hoorde wel iets gaan. Hier is iets open. Hier is iets open. Hartstikke idee. Safe room. Oh, dat is lekker zeg. Dat is prettig. Heel erg prettig. Waar is mijn enderkist? Daar. Gaan we eens even deze zooi in droppen. De diamantjes heb ik in mijn hand. Hier. Man, man, man. Het heeft een uur geduurd. Zo. Heerlijk. Kunnen we slapen? Mooi. Goed zo. En daar zijn we weer. Back in action. Ja. Oh, dat is de uitgang naar de centrale plek. Hier kwam ik eruit. Yes. Dat betekent dat ik hier naartoe moet. De krachtstest. Even kijken. Only place, don't keep. Oké, je mag deze hendels alleen maar hier plaatsen, maar niet houden. Wat houdt dit in? Single player fase 1, fase 2. Multiplayer fase 1, fase 2. Nou, single player dus. Fase 1. Wow! Alle mensen, ik schrik me helemaal. Een ongeluk. Goed zo. Gewoon plofjes even lekker. Zo. Oh, dat was fase 1. Schok maar rot, man. En nu fase 2. Hartstikke idee. Die creeper helpt. Goed zo, jongens. De mazzel. Deur is open. Oeh. Nou, dat ging nog, hè. Gelukkig. Alle mensen. En we zijn weer terug. Ik zit me af te vragen of die eerste test goed gedaan heeft met dat water. Maar vooruit. Even kijken. De test van agility. Dat is dat ook weer. Een beetje vlotheid. Gebruikt en de parels. Oh, kijk aan. Wat zijn het allemaal? Dank van regeneratie. Is dat nodig? Nou, laat ik het maar meenemen. En de parels nemen we mooi mee. De hendels, ja, zal ik ze maar bij me houden. Ik weet niet wat ik ze voor nodig heb, maar... Oké, watertje. Ah, oh jee, moet daar naartoe? Dan snap ik ook waarom ik die drankjes nodig heb. Even bijkomen. Goed. Eten heb ik ook nog wel bij me. Ga ik ook even doen. Eens kijken. Is het de bedoeling dat ik helemaal daarboven kom met alleen die enderparels? Nou, ben benieuwd hoe dat gaat. Oh ja, oh zo. Oh, oh op zo'n manier. Oh, wat grappig. Oké, gaan we eens even kijken. Oh, dat is dan niet zo handig. Goed.
ga niet overleven. Oeh, gelukkig net. Maar, volgens mij ging het nu een stuk beter. Ik heb nog 30 seconden. Goed, wordt het even snel beter, want we gaan het nog een keer doen. Oké, knetterhoog gooien dit spul. Volgens mij moet het in 2 keer zelfs kunnen. Maar goed, gaan we dan, hè? Oh, ik zit nu in de muur, maar ik ben er. Hey, kijk eens aan. Goh, nou. Ik voel me niet helemaal mislukt, dat scheelt. En nu, hier weer naar beneden. Niks overhalen hier, want anders heb ik straks... Oké, niks overhalen hier. Daar gaan we dan.